Van harte goedemiddag en welkom. Dit is live vanuit Sosis, waar wij dus dan een training hier hebben gehad. Tenminste een uitreiking hebben gehad van certificaten aan sportleiders die een training hebben gevolgd in atletiek. En we gaan daarover praten met de mensen die hier zijn. Het is georganiseerd door het onderdirectoraat van sport. En we gaan dus dan nu aan de slag om te praten met deze coach. Fijn goed aan jou. Ik ga. Je volgt les ook toe? No, mi guía alles. Oh, you guía alles. Uno, mi voorbereiding a opleiding voor jou. Okay. Dit is opleiding. Mooi. Soort opleiding naar DC? DC is basis atletiek. Mm-hmm. Basis atletiek. Is adult voor DC is leri de sport lady. Fade leri de ching, basis atletiek. Log technica, first spring, hoog spring en ball work. Oké. En hoe lang are you de coach, ba? 33 jaar. In Suriname dus? In Suriname ongeveer 10 jaar. En hoe lang is je coach naar een klinkende naam? Hoe lang is je coach? Bijvoorbeeld Gianni Pomba. Ja, Gianni Pomba. Soini Nelson. Die zie je aan de medaille de Caresta. Así zo. En ongeveer 10 atleten voor Brokopondo. De Go, de Fenicans. Ondro Bajeleide voor nu, voor Goa, André, Drago André. Ja, en a training DC, abe Trangagi de smassa volga training? Ja, bicha. Ook eigenlijk de training, jongens kregen in kande Seximon, Aitimon. I uno do en soso en in Wamu. No, one wiki. One wiki. Maar af je char ala fansa, you ben do in Seximuko in one wiki? Makkelijk. Semisani, porque de ala de donde di you have the stopping method for the stopping method JPU for go de makele tokmula de weina tokmer. Oké. En je birbi tak desma begrijp sa yugi de? Ja, you consiso latima ti de fandat one two lehei fesi ala de kennis que crees. Oké. Ma you breiti nanga a. Tide mi taki de miki mi taki ifa wansani mi taki de mi de feel emotional porque mi si a facifa de LG mi feel de fertan san uno taki songs de in momento de suma frede no Juan Cubanse de no taki ma uno taki sarantón a la suma fertan dice de Derda que era que uno guió play de la ciudad. Y alta y de suma fertán. Cande era esta day, chinsu, ma natu y day, y de rine fertán. Mooi succes, Jara. Ja, thank you. Mooi. En dat hebben wij dus dan ook gedaan. Hoe gaat het met u? Goed. Ik zie SAB. Ja, dat klopt. Surinaamse Atletiek Bond dus. Dat klopt, omdat ik een wedstrijdcommissievoorzitter ben in het bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond. Ja, een training voor de sportleiders. Voor waar het idee? Nou, het idee is heel simpel. De Atletiek Bond is op zoek naar juryleden, naar scheidsrechters, naar wedstrijdcommissieleden en ook naar assistentcoaches. Ja, ja, ja. Dus, en aangezien de sportleiders dus bezig zijn met de kinderen in de districten, toen dachten we het is een goede matching om dus deze mensen te gebruiken om de basistechnieken aan te leren, zodat zij dus dan vast dus die basistechnieken kunnen overdragen aan die kinderen in de districten, waardoor dus die kinderen zich kunnen aansluiten bij de verenigingen of bij hun kunnen blijven. En dus dat we zo meer atleten gaan ontdekken, talenten gaan ontdekken en ze verder kunnen stimuleren. Ja. De leiders die deze cursus hebben gevolgd, wat is hun functie nu? Nu zijn ze sportleiders in de verschillende districten. Okay. We hebben hier Para, Wanica, Saramaca, Komowene en de stad. Zijn bevoegd om training te geven dus? Ja, nu wel. Hoe was het heel proces? Het is goed verlopen. Ze waren ook gemotiveerd dus om die training te volgen. Het heeft 5 dagen geduurd. En elke keer hebben ze dus dan weer iets anders geleerd. De technieken, hoe ze dat moeten overdragen. En ook andere specifieke dingen. Ja. Mm-hmm. En wat geef je mee aan ze? Want ze moeten nu gaan werken met kinderen en al die zaken. Ik heb ze al gezegd. Het is niet dus dat ze het gaan bewaren ergens in een dressoir of in een ladekast. Maar dus dat ze echt ermee gaan werken. Zodat we echt in de districten de talenten gaan ontdekken. En die kinderen dus dan de gelegenheid geven om te sporten, waardoor we ook de ministers helpen, minister van
volksgezondheid bijvoorbeeld. Ja, want als kinderen sporten, mensen sporten, dan hoef je minder geld uit te geven aan volksgezondheid. Ja, inderdaad. Dus dat is het. Succes, hè? Hey, dank je. Mooi, dat hebben wij dus dan ook gedaan hier live. Wanneer wij dus dan praten met mensen over de training. Er is een training gegeven. En we gaan naar deze man. Goeiedag, meneer. Goeiedag, meneer. Hey, goeiedag. U bent weer? Ramon Apotiti, OD van de directeur Recreatie en Sport. Ja, en jullie hebben dus dan dit gerealiseerd, een training voor sportleiders. Hoe was het heel proces? Nou, ik ben meer faciliterend geweest door die sportleiders te leveren. Mm-hmm. Dus die was een cursisten. Mm-hmm. Die meesten zijn van mij onder directoraat, omdat het zo geregeld is. En, dat het directoraat OIK, onderzoek, informatie en kadervorming, bezig is een training uit te zetten. En dan moet ik, mijn directoraat moet dan die cursus te leveren. Ja, en hoe heeft u de selectie gemaakt? Nou, we hebben gekeken naar mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. En mensen die bezig zijn. En mensen die ook willing zijn om het te doen. Want we hebben hier ook een onderhoudsman bijvoorbeeld, of een beheerder. Mm-hmm. Twee van ze zijn zelf van het interieur, maar het zijn mensen die willing zijn. Ja. En mensen die ook op het veld gaan. Dus als er iets is, dan probeer ik ze toch nog erbij te schuiven, zodat ze toch wel iets hebben. Een paar trainingen hebben gevolgd, zodat ze dat ook op hun CV kunnen zetten. En op den duur kunnen ze gewoon overstappen naar assistent sportleider. Ja, inderdaad. Heeft het gevoel dat ze heel wat hebben meegenomen van de training? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus ze hebben zeker wel veel meegenomen, want meneer Oriol is een deskundige. Mm-hmm. Qua en hij kent zijn stof. Want wanneer ik gewoon tot hem praat, zie je hoe hij praat en zijn dingen uitleg. Dus hij kent zijn stof en als ze willing zijn om te luisteren en goed uit te voeren, hebben ze zeker heel veel meegenomen. Ja. Ja, succes ermee. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar de onderdirecteur, geloof ik zo. Mevrouw Winston, hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Ja, jullie zijn constant bezig om mensen op te leiden, zie ik. Ja, dus eigenlijk dat is onze verantwoordelijkheid als onderdirectoraat. En we doen ons best daarin. Ja. Ja. Van waar het idee om dit te doen? Oké, het onderdirectoraat waar ik zit, wij zijn er om jonge mensen of medewerkers van het onderdirectoraat of van het directoraat te vormen, te trainen en dergelijke. Dus we zijn er mee bezig. Dus nu zijn we gestart met basisatletiek voor de verschillende districten, Paramaribo, Wanica, Para en Saramaka komen wij ook erbij. Mm. Dus eind april zijn we dan in Nikeri om de mensen van Nikeri ook te trainen. Zo gaan we stuk voor stuk naar alle districten om vorm daaraan te geven. En zo kunnen ze dus een andere helpen dus? Met... Ja, dus eigenlijk we trainen de mensen om in hun omgeving bezig te zijn. Want je hebt buurtorganisatie en je hebt andere verenigingen die eigenlijk de sportleiders nodig hebben. Mm-hmm. Om jonge mensen vooral nu. Niet nu alleen, maar ze waren al een hele tijd bezig. Maar na de COVID-situatie is alles gaan verwateren. Dus we moeten weer oppakken, zodat de jonge mensen actief kunnen zijn in hun omgeving. Ja. Ja. En het heeft jullie iets gekost, neem ik aan. Ja, kijk, alles wat je doet, training kost geld. Ja. Dus, maar de overheid die draait voor de kosten. Okay. En de overheid die zorgt daarvoor. Soms gaat het heel moeilijk om wat financiën te krijgen om de dingen te doen. Maar het lukt wel. Dus als je moeite blijft maken en je blijft praten, dan lukt het wel. Anders blijven we zitten en dat willen we niet. Dus het ministerie zorgt ervoor dat er geld is om de training te geven aan de mensen. Ja, dus de cursisten hebben die betaald? Het was gratis voor hen? Oké, nu zijn het de sportleiders die zelfs bij sportzaken werken. Mm-hmm. Dus zij hebben niets daarvoor betaald. Maar er is wel geld gegeven daarvoor. Mm-hmm. En we zullen zien wel wat het later wordt. Maar nu kunnen ze geen bijdrage geven hiervoor. Ja. Dus wij moeten voor alles zorgen. Ja. Ja. Maar tot slot, heeft u het gevoel dat ze iets hebben meegenomen? Dus aan de hand van wat ik al die dagen heb gezien, hoe ze actief bezig zijn geweest, mm-hmm. dan zie ik dat ze echt wel wat hebben geleerd. Na hun training vanmorgen ook hebben ze een presentatie gegeven wat ze allemaal geleerd hebben. En ik zie dat het is blijven zitten. Succes. Ja, dank u wel. Onderdirecteur, dat is mevrouw Deborah Winston met wie wij gesproken hebben. We gaan deze live beëindigen. Best wel een hele korte live, maar we hebben de informatie voor u gebracht over een cursus die sportleiders hebben gevolgd van verschillende districten.
Gerald Harderwijk is de naam, Damien Boerne de cameraman. Tot een andere keer of tot later, want straks praten wij over een zeer zware item. Blijf te kijken. Roos op mijn kist, maar geen kalas. Ik leef, ik ben weinig in de mix. Want dat leven wordt me gekeken. Blijf ik het beseffen, ja, die bars heb ik voor deze. Kan niet zeggen dat ik heb, check mijn shoes, mijn lemmings. De emoties met talent, er achter mensen in je hart. De goal is vrijheid, dus om mijn groen, maar ga ik hard. Ik ben niet zoals ze ieder geven toe, ik ben apart. Want als we stappen in de boer, dan mag je weten, het is hard. Ik kon mezelf niet meer verliezen, want dat was ik al een tijdje niet. Mezelf op nummer 1, wat mensen komen, maar ze blijven niet. Mijn schuld, ja, dat is wat ik me afvraag. Maar mensen kwijtraken, ga je hebben als je hard gaat. Dus laat dat, wie wil, kan je vandaag zijn. Ze zeggen geen haast, maar morgen kan veel te laat zijn. Dus als het kan, doe ik het nu. We rennen continu, fast life, we gaan lachen als we daar zijn. Hey, de hoed wil niet zeggen dat je skraat bent. Dat vele blessers pakken wil niet zeggen dat je laat bent. Je bent ook geblest, is waarschijnlijk nog niet het tijd. Dus ga even door de scroller, ik kijk weer met je blijf. Ik weet, je wil ook lachen in die pens. Mama zet in een oezo, de weer pakken met je fam. Niemand hoeft te betalen, want ze zien dat je er bent. Het is gedekt, ik ga niet eens scappen, op een dag ben ik de man. Het gaat misschien een tijdje duren voordat ik ben waar ik wil zijn. Maar als ik nu al ben kan motiveren, ben ik sowieso tevreden, man. Maar voor nu zal ik mijn best doen, de tijd zal bepalen. Ik doe de zanger army sinds dag geen zelfe soldaten. Je eigen maat idee steekt, je beef met de enemy is live. Dus het moet je niet verbazen. Gesprekken met de vader, vraag me af of hij moet. Ik wil niet op een slechte pad, nee, ik wil leven in die woord. Ik zit met zoveel vragen, maar geen enkel antwoord. God de duivel blijft praten, maar ik geef hem geen gehoor. Dille tekens op mijn face zijn een reminder dat ik sterk ben. Ik zie mezelf als all chosen one, ik heb een masterplan. Een beter ik is wat ik morgen wil zijn. Dus vandaag doe ik mijn best, want alles kan, hier is geen Neverland. Visie is zo groot en ik kan niet eens engelen. We komen van de bodem, deze dagen daarom rennen we. Designer is wel leuk, maar die jar is op mijn naam. Niets gaat komen als je zit, dus ik kan niet blijven staan. One more time, you get me, fam. Ayer presi dungro, nanga susu enemi. Akunta pa dai dai, ala mangente. Garo mi e beg you bless me, fuka shimi enemi. Shimi enemi. Come for the play for the love you, te you drive you baka, tadi oi grio. Ayer presi lai nanga maka. Nagado mi e begi pasa chari mi. Garo mi e begi you bless me. Fuka shimi enemi. Shimi enemi. Mi na igwa de mindi mo. Mi na igwa de mindi mo. Mi na itrotsa inisa mamo. Mi na itrotsa inisa mamo. Mi na igwa de mindi mo. Mi na igwa de mindi mo. Mi na itrotsa inisa mamo. Mine trotsa ini samamo. Alibi fini, umusra punye. Sabanga sumayenya, drink it. Oso do chere yo, oso do poison yo. I know all of the love if I with it. I know all of the main anga we. This you musabi, kayo tanapu. Oso jo fuck you up. Usaide we bad mind usefe. Usaide we bad mind usefe. I know shoot is so, yeah. I know waka so, yeah. You say the way but mine is safe. You say the way but mine is safe. I know shoot is so. Me na igwa de mindi mo. Me na igwa de mindi mo. Me na trotsa ini samamo. Me na trotsa ini samamo, yeah. Me na igwa de mindi mo. Me na igwa de mindi mo. Me na trotsa ini. Thank you.
Yeah, respect. Lobby gala de boosty con yo mau man de moite. Yeah, yeah. Sweet dilly beef for yo man na de make. Yeah. Wakalon tu te ne go mi changa wa go dolo man. Chai libi moyanga yo. Na teke you libi for pa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa. Na nyamo feke pikisiba. Inyo sutolio ya muteke fujanga yu macho waganda. Na fito yu mati moisefi inoiti. Bala wakate ne igo michanga wambusi konjo mana. Ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Na meke sanyange. Malobi human. Noiti ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. I make a sanyange, lobby human. Say de make you see me lion, me see don't so. Go tapuli be fandi day for day no. They lobby wants a my jacuzumi. They hang an 89 boy CB. That they make them suku one for me. One je figi me. Me fito we moike me osudata. Lord. De yanga necha miange basa sama. Bala wakante ne igo michanga wambusi konjo umang. Ya mumeke sanyange. Na meke sanyange. Mina umeke sanange. Mina umeke sanange. Mina umeke sanange.